Ik dacht, dit kan toch niet waar zijn? Dat ze tegen mij zeggen dat ik dood ben, terwijl ik daar gewoon lig te leven. Ik ben niet voor of tegen orgaandonatie, maar ik vind dat de mensen moeten kunnen beslissen op basis van de juiste gegevens. U denkt misschien dat u goed bent geïnformeerd, maar ik twijfel erover. Annette Wood heeft zich sinds een aantal jaren verdiept in orgaandonatie. Ik heb zoveel informatie bij elkaar gehaald dat ik zeg van, hier moet wat mee gebeuren, dit kan niet. De mensen weten niet goed wat orgaandonatie is. Zelf is Annette ervan overtuigd dat een donor niet dood is voordat de organen eruit worden gehaald. Orgaandonatie na de hersendood, je bent wettelijk doodverklaard en daarmee echt dood, maar je leeft nog wel en je overlijdt door het uitnemen van de organen. En ik vind dat de mensen het recht hebben om dat te weten. Annette vindt dat de overheid de mensen niet goed informeert over orgaandonatie en roept iedereen op om te stemmen voor een referendum over de donorwet. He, orgaandonatie, de waarheid. Daar staat ook de oproep op. Daar komt. Ja. De een zegt het is bangmakerij, de ander zegt oh dankjewel, ik weet nu tenminste. Ik had al het gevoel dat het niet klopte en nu weet ik dat het zo is. Ik vind als mensen niet goed worden geïnformeerd over orgaandonatie, dat je de mensen bedriegt. Dat zeg ik heel hard. Dat is absoluut een feit. Je mag geen informatie achterhouden omdat je dan bang bent dat er minder donoren komen. Het rechtvaardigt niet het doel. Echt niet. Tot 14 juni kunnen mensen stemmen voor een referendum.